Vandaag zijn we te gast in Horst. En Wijm de Jeugd heet, heet de toekomst. We hebben voor dit nieuwjaarsconcert, wat al jaren eigenlijk op dezelfde manier giert, is gevraagd aan onze jongeren. Dus dat zijn de jongeren van 25 jaar en jonger. Wie zei je het nieuwjaarsconcert zou je willen doen? En we zien gewoon brainstormen, dat hebben we voor de zomervakantie gedaan. Met een groep van, ik denk, 17, 18 jongeren. En daar kwamen fantastisch toffe ideeën uit. En een van die ideeën hebben we eruit gepikt. En daar zien we mee aan de slag gegaan. Wat komen je met maken vandaag? Een nieuwjaarsconcert. Van Harmonie van Horst. En wat is uw taak in dit verhaal? Nou, sowieso spelen we allebei dwarsfluit als allereerst. En vandaag zien we ook het ontvangstcomité. Ze ontvangen de genodigden, geven een ticket, een extra consumptie. Mogen ze naar boven een stukje vlaai en een kopje koffie of thee te drinken. Het gaat van de aankleding tot aan het ontvangen van de genodigden. Tot aan zorgen dat de kaartverkoop loopt, dat de PR op gang komt. En ze zien door inderdaad ondersteund door de mensen die al wat meer ervaring hebben in dit ganse gebeuren. We hebben dus van de Harmonie, willen ze eigenlijk de jeugd erbij hebben. Hebben ze gevraagd van, oké, iedereen onder 25, je mag een keer een concert gaan regelen. Nou, kom maar eens een keer met de vergadering en gaan we lekker brainstormen. Ze hebben ze ons vellen gegeven en dan succes eigenlijk. En dan gaan we samen kijken wat jullie een beetje bedacht hebben. En wat hebben jullie zo al gebrainstormd? Ja, we hebben voornamelijk gehad over het nieuwjaarsconcert, wat voor thema we eraan vast willen hangen. En dan ook een beetje met de stukken die we al een beetje gerepeteerd hebben om daar hierin te kunnen voeren. En uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen om een filmconcert te geven. En ja, dat is wat we dan vandaag gaan spelen, of waar het vandaag vooral over gaat. En welke plannen hebben het niet gered? Wat is niet door de commissie gegaan? Dat is een hele goede vraag. Ja, zoals één ding al hierop staat, ja, popmuziek. We hebben dus echt het thema gekozen, film. Dus we gaan ook echt filmmuziek spelen. En dus popmuziek is er niet doorheen gekomen. Jammer. Ja, is zeker wel iets wat we over 2 jaar kunnen doen. Dus dat dit blijft niet alleen bij nu dit jaar nieuwjaarsconcert of in mei het filmconcert. Maar wellicht over 2 jaar een popmuziekconcert. Het kind nog langer. Ja, ja. Maar het gaat er goed af. Ja, wie lang speelt je al bij deze vereniging? Bij deze vereniging? 56 jaar. De liefde van de muziek dat is er van kleins af aan ingekomen. Dat is gebleven. En niet alleen de muziek maken, maar ook naar muziek luisteren. Had jij toen ook die mogelijkheid om zelf te kunnen bepalen wat je speelde? Nou, helemaal niet. Het wordt gewoon van bovenaf gezegd van, nou, dat speel er klaar af. Hoeveel klarinetten heb je op dit moment? Nou, op dit moment, de gewone klarinetten zijn met tussen de 22 en 23 mensen. Waarvan het merendeel vrouwen. Ik hoorde net iemand van die vrouwen een opmerking maken, wel met de haren van zich. Oh, vond ik wel goed gevonden. Op zich niks mis mee. Hè? En sindsdien had je nog leven van de repetitie. Nog leven van de repetitie. In het overleg wat we met de jeugd hebben gehad, stelden we ook de vragen natuurlijk. Hè. En een van de vragen was, ik zei, wat hebben jullie nou nodig bij deze vereniging? En de antwoord was van, we willen graag gehuurd worden. Nou, dat zet eigenlijk alles al, hè? Vraag vooral de jeugd van, wat vinden jullie ervan? Wat zouden jullie graag een keertje willen spelen? Neem ze mee, vraag ze en dan krijg je antwoord. Dan trek je ze er meer bij. Organiseer een keer een activiteit, dus bijvoorbeeld, dat doen wij ook. Zo heb je toch samen een eenheid en je moet het ook samen doen. Wat is het meest bizarre idee wat naar voren kwam, wat zo grappig gewoon, maar niet realiseerbaar? Voor de aankleding vandaag van de foyer, we spelen een werk dat getiteld is How to Train Your Dragon. Dat is een animatiefilm. Het mechje wat samen met mij de aankleding plant, zeg maar, die had ergens online een draak gezien die ze aan het plafond kunt hangen. Wat natuurlijk fantastisch is. Maar ja, dat past dan niet in het kostenpleetje. Nee.
Ja, mijn grote wens was altijd om How to Train Your Dragon te spelen. Dus daar ben ik heel blij mee dat we dat spelen. Ja, maar de draak zien we niet. Ja, wij zijn allemaal draken daarom. De tip is om de jeugd er mee te betrekken. Om te vragen wat hun belangrijk vinden, wat hun leuk vinden. Ik denk dat het ermee begint. En dat hebben ze hier gedaan. Ja, precies. Ja, hij is in de eerste stap al doorheen gemaakt, joh.